Ik vind die stilte hier wel fijn. Want we zijn hier in een wachtzaal. Ik weet niet wat jullie klachten zijn. Maar dan denk ik, weet je, achtzaal. Nog wel meevallen, wie weet. Mensen die in een wachtzaal wachten. We zitten hier zelden met groot leed. Vertel, wat zijn precies uw klachten? Ik heb zweren op mijn billen en mijn staartbeen is kapot. Ik ben hier voor erectiepillen en ik heb last van vliegensnoot. Excuseer, ik begin zo dadelijk aan een uiterst precieze ingreep. Mag ik vragen van waar dat kabaal komt? Ze zijn ouder dan ik is, hè. Mag ik alsjeblieft vragen om het sereen te halen? Ze zijn weer aan het zingen, hè. Oh ja, dan mag je dus ietsje stiller, ja? Dank je wel. Ja. Maar breng mij verder op de hoogte van wat nog meer uw klachten zijn. Ik heb last van vaginale droogte. De vraag verstelt. En mijn linkertijd doet pijn. Kan dat lawaai hier eindelijk stoppen? Ja. Ik smeet veel dieper dan bedoeld. Die herrie deed mijn snijwerk kloppen. En dat heb ik dus echt gevoeld. Maar ik ben werkelijk zeer tevreden. Ik had een vriendje op mijn been. Maar ze heeft mijn aandijen weggesneden. Dus hou het hier vooral niet stil. Bedankt, oh lieve mensen. Voor uw heerlijke gezang. Die kon ik in dankjewel, meneer. Goed thuis. Komt goed, hè. Ja. De volgende patiënt. Kom maar binnen, mevrouw De Vos. Dag, geleden. Dag. Alles goed? Ja, vaginale droogte, hè. Oei, nog altijd? Ja, nog altijd.